Door de maatregelen van het kabinet om het coronavirus in te dimmen, kan fysiotherapeut Hilde Brouwer haar werk net meer op de normale manier uitvieren. Daarom wordt er bij haar praktiek zien naar de dingen die we kennen. In ieder geval geen face-to-face behandeling. En ja, we zien gewoon mensen via beeldbel afspraken. En ja, we kwamen hier altijd in het bejaardentehuis. Eigenlijk wel vier keer in de wieken. Maar ja, dat is op een gegeven moment, 3 maart, is dat stopt. En ja, we hingen wel wat te dwalen met de mensen. Dus wij dachten van, hoe kunnen we ze een leuke activiteit aanbieden zonder dat we hun in aanraking brengen met het virus. En dus toen ben we hier met Ruter tussen raamgymnastiek in doen. En nou, dat is heel erg goed ontvangen. Dat vonden ze superleuk. En dus dat gingen we nou 2 keer in de week dwaan. En de meesten zitten in de koffieromte of in de activiteitenromte, maar zwollen op orometer afstand. En wij zitten boeten. En zij sjuggen u's en zij jaren u's, want wij hebben een microfoon en dat werkt aan de binnenkant. De jaren ze u's en ja, dan doggen wij de oefeningen voor. Deze bewenners die krijgen minder beweging en dat had wel effect op hun fysiek en mentaal. Ze krijgen ook geen bezoek en zo. Dus het is al heel beperkt en nou, het is wel goed voor ze om in beweging te blijven. Dat weten we al hier wel dat het goed is. En op deze manier proberen wij ze te activeren door oefeningen te gaan. En die ze misschien op de kamer zelf ook nog eens dwang kennen. We doen ook ademhalingsoefeningen, want we weten gewoon dat het goed is om de longen goed skin te houden. Dus, dat ben zo'n beetje de oefening en eigenlijk alle ledematen. We zijn met Stwaan, ik en een collega. En dan zien ze wat wij doggen en dan zien ze wij, nou, zelf een keer herhalen. En nou ja, een grapje erbij, het mag natuurlijk wel een beetje leuk wezen.